vorige week ben ik langs Steam geweest op de boulevard in Scheveningen. Bij Steam heb ik bij chef-kok Ronald heb ik een gemarineerde zalm geproefd met rode bieten. En een dopertepuree. Dat was heel lekker trouwens. Nou is het de bedoeling dat ik hier vandaag de gemarineerde zalm ga klaarmaken met rode bieten. En die ook aan de chef-kok Ronald ga laten proeven. Goedemiddag Ronald. Welkom Johanna. Dankjewel. Welkom bij Steam. Ja, dankjewel. Ik heb gehoord... vandaag uitdagen. Ja, je wou een challenge hebben. Ja. En wij gaan vandaag gemarineerde zalm met rode bieten gemarineerd zalm. Ja, maken. Zo, lekker. Ik ben benieuwd. Dus, ja, gaat spannend worden denk ik. Ja. Niet te moeilijk. Oké. Ja? Kan er wel wat mee denk ik. Hier hebben we de zalm. Die ziet er mooi uit, joh. Nee. Dus nou, we gebruiken zout en suiker, grof zout. Oké. Gebruiken we de tonic ervoor ook. Tonic? Ja, en de gin. Oh, oké. Mooie gin. Ja. Doen we er nog wat stoppen peper bij? Ja. Ook voor de smaak is dat. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om dit recept te gaan klaarmaken? Nou, gemarineerde zalm is altijd een lekker voorgerecht. Mm-hmm. Heel veel mensen houden ervan. En gaat, ja, wij gingen hier beginnen en we gingen veel cocktails met gin en tonic zou ik verkopen. Ja. Vandaar dat we met gin en tonic gingen werken. Oké. En we doen er nog rode bieten bij. Ja. En dat geeft een mooie, ja, mooie kleur aan je zalm. Oké, okay. Is het je eigen recept? Ja, dit wel. Oké, okay. Ja. Nou. Maar je krijgt altijd ideeën en met ideeën dan ga je zelf wat ja, klopt, je eigen een beetje spelen. Geven, ja, ja, ja. En dat is wat jij ook gaat doen. Wat ik ga doen, ja. Ja, 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 ja. Doen we er ook nog een beetje rasp van een citroen bij. Mm-hmm. En de rest van de citroen bewaar ik ook. Het zak nog zo meteen. Ja, ja. Oké. Okay. Rode bieten. Ja. Die gaan we ook raspen. Ja. Doe ik handschoentjes aan, want ik krijg van die rode handen. En jullie hebben wel altijd handschoenen aan bij het bereiden van gerechten? Nou, niet altijd, maar met dit soort dingen wel. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, je doet veel met je handen in de keuken. Ja, ja, ja. Nou, dit alles ga je mengen met elkaar. Ja. Het ruikt al lekker. Ja. Ja, rode bieten. Rode bieten ruiken lekker. Ja, ja, ja. Het is een hele lekkere groente. Ja. Ik denk een beetje ondergewaardeerd ook. En het is wel werk, hè. Vooral als je rauw is. Ja. Dan moet je lang koken. Nou heb je een mooi mengsel. Kijk, nu zit ik mijn handschoenen. Ja. Zal ik... me helpen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Wil even mijn tonic? Even open doen? Ja. Ja, die mag ik dan mooi over de zalm verdelen. Toppie. Laat nog een keer met de gin. Gaan we doen. Ik wil niet bang zijn. Zo. Zo. Ja. Ja. Helemaal goed. Top. Nou gaan we het bietenmengsel met de zout en suikers erop doen. Oké. Okay. We laten ook het vel eraan zitten aan de zalmzijde. Ja. Dat je dan zeg maar van één kant en niet dat de onderkant ook gaat kleuren. Aha. Dat is voor het effect zeg maar. Oké. Okay. Maar je zal straks het resultaat ook zien. Ja. En dan zetten we er nog een bak in. En dan zetten we een gewicht op. Wij doen een paar kilo suiker erop zetten. En dan zetten we hem 12 tot 24 uur in de koelkast. Zo.
om lekker te marineren en dat die rode bieten zijn kleur af kan geven. Ja, ja, ja. Zo, okay. Ja, ik zal niet korter doen, want hij marineert niet dan. Oké. Okay. En de marinade is ook, hij trekt wat vocht uit de zalm. Ja. Waardoor het vlees ook wat steviger wordt. Mm-hmm. Ja, en ook van smaak, hè, dat de smaken erin trekken. Oké. Okay. Ja, en dat heeft tijd nodig. Ja, ja. En ook de kleur van de rode bieten. Dat gaat heel langzaam. Ja, ja. Mooie kleurtje gekregen, joh. Ja, wauw. Bieten. Kijk, zo is het geworden. Zo, dankjewel. Onze gemarineerde zalm. Je ziet mooi de kleur van de rode bietjes. Ja. Hier hebben we wat pango met citroen om een lekkere crunch te hebben. Okay. En er zit mooie dompettenpuree met mint erin. En wat aardappelschipjes van zoete aardappels. Zo, het ziet er goed uit, Ronald. Dankjewel. Ja, eet smakelijk. Later. Ja. Dat is wel lekker. En het pureetje. Ik vind toch wel wat mint is, maar dat vind ik ook heel lekker. Mm. En de chippies, die zijn heel erg lekker voor de kant. Goed geluk. Mm-hmm. Ja. Wat een interessante. Het gaat een hele uitdaging worden voor mij om er een Surinaamse twist aan te geven. Ik zou zeggen voor de mensen die kijken. Kom bij Steam een gemarineerde zalm eten bij Ronald. Want deze chef ook, die heeft voor mij een heerlijke gemarineerde zalm gemaakt. Hij is super lekker. Dus ik zou zeggen, kom eten bij Steam. We gaan vandaag een gemarineerde zalm maken. Met rode bieten en een puree van gele erwten. En wat hebben we er allemaal voor nodig? We hebben er voor nodig gele erwten, kurkumapoeder, uitjes, komijn, knoflook en zout. We pakken eerst dit pannetje met erwten. Die ga ik eerst even een beetje spoelen. Ik hou meestal mijn hand eronder, want af en toe wilde wel een erwt gewoon meegaan met het water. Zo. Ja, en dan vullen we deze met water. Ja, tot ongeveer... hier. Gaan we die... op de vuur zetten. Nou, dit is wel een hele proces. Het duurt wel een beetje lang. Dus de bedoeling is dat dit gaat pruttelen. Zodra het gaat pruttelen kan ik één teentje gestampte knoflook erin gooien. Zodra hij nog meer gaat pruttelen kan ik kurkuma poeder erbij gooien. Maar ja, het is een hele proces. Dus je ziet het wel. Ja, dit gaat heel lang duren. Dus zolang dit aan het koken is, kan ik mijn zalm gaan marineren. En ik heb het al klaargelegd, het ligt hier allemaal. We hebben natuurlijk zalm nodig. Rode bieten. Ik heb hier cassave chips, die ga ik strakjes ga ik die fijn maken. En dan er worden dat kruimeltjes en dat is heel mooi voor de versiering van het bord. En ik heb hier een teentje knoflook met
gestampte pimentballetje. Twee pimentballetjes heb ik gebruikt. Ik heb hier een beetje zoete sojasaus. En ajinomoto, natuurlijk. En dan kunnen we beginnen. Ik heb natuurlijk ook een handschoen bij me. Want rode bieten, dat is natuurlijk heel moeilijk van je handen af te krijgen. Dus dat gaan we lekker met de hand doen. Ik bedoel, met de handschoen. Wat we gaan doen, is we gaan de bieten over de zalm heen smeren. Wat er dan gebeurt is dat de bovenkant, zeg maar, van de zalm een hele mooie kleurtje krijgt. Die trekt dan helemaal in naar de onderkant. En als je hem dan open snijdt, dan krijg je een hele mooie rood kleurtje aan de bovenkant en de binnenkant is dan mooi rossig. Nou, deze gooi je er ook even bij. Gaan we er ook even bij smeren. Nog een paar rode bieten bij. Ga je er een heel klein beetje ajinomoto bij. Heel klein beetje maar. Voor de smaak. Kijk eens, ziet er al heel mooi uit. Zo, die is helemaal bedekt met rode bieten, dus dat gaat wel goed komen. Wat eigenlijk de bedoeling is, is dat je deze... Nou, deze is klaar. Wat we gaan doen. We gaan deze dichtgooien. Zo. Maar wat je dan ook moet doen, nog, heb ik van onze chefkok Ronald geleerd. We gooien er iets... iets wat zwaar is, gooien we erop. Zodat, zeg maar, de rode bieten worden geplet in de zalm. En dat het een mooie kleurtje krijgt aan de bovenkant. En dat gaan we ook doen. We gaan er iets opgooien. Daarvoor heb ik nog zo'n ding. Dat gooien we zo aan de bovenkant. Hop. En deze kan 24 uur in de koelkast blijven. Want dan pas is de kleur echt goed ingetrokken voordat je hem kan gaan snijden. En dan heb je een mooi voorgerecht. Deze ga ik in de koelkast doen. En ik ben heel benieuwd wat onze chefkok Ronald ervan gaat vinden. Nou, je ziet het dadelijk wel. Nou, deze mag even verder pruttelen. En dan ga ik even door met de kruimeltjes van de Xaverchips. Die gaan we fijn maken met mijn stamper. Dus dat gaan we even hierin doen, want anders beschadigt dit mooie schaaltje. Ja, met mijn daal gaat het goed. Zo, en zo ziet het eruit. Nou, deze kruimeltjes die gaan we uiteindelijk serveren samen met de zalm. Als die na 24 uur uit de koeling komt. En je zult wel zien hoe mijn bord wordt opgemaakt. Er gaat natuurlijk ook sla bij komen en van alles en nog wat. En je ziet het wel. Dus we gaan nu weer verder met mijn erwten. Het is al goed aan het pruttelen. Wat we gaan doen is, we gooien de kurkuma poeder erbij. Geeft een mooie gele kleur gelijk, zie je. Heel mooi. Nou ja, bij Ronald heb ik natuurlijk een doperwtenpuree geproefd. En ja, ik ben heel benieuwd hoe hij dit traditionele gerecht van het Surinaamse keuken, hoe hij die gaat ervaren. Ik ben heel benieuwd. Dus we wachten even tot de erwtjes wat zachter zijn geworden. Zoals je kan zien, zijn nog... hard.
Als die zacht is geworden, ja, dan kunnen we weer verder aan de slag met de uitjes en de knoflook die we nog hebben. Het begint al een beetje zacht te worden. Toch nog even wachten voordat we de rest erin kunnen doen. Nou, dit is echt een gerecht wat we in de Surinaamse keuken heel veel maken. Het wordt geserveerd op rijst. Je kan het eten met kip, met vis, wat je maar wilt. Het wordt wel geserveerd met rijst. Sommige mensen drinken het ook, want sommige mensen vinden het gewoon hartstikke lekker. Oh, met roti kan je het ook eten. Nou, dan is die iets vloeibarig. Maar nu ga ik hem als een pureetje maken. En anders is het gewoon heel vloeibaar. Net als bruine bonen. Zo. Het is maar weer wachten, hè. Ja, die dauw is goed aan het koken. Zoals je ziet, hij is zacht aan het worden. Maar dat water is niet meer genoeg, dus we gaan er wat meer water bij doen. Zo. Het is genoeg water nu om zacht te worden. Ongeveer denk ik een uur en een kwartier nodig om dit klaar te maken. Nou, hij is nog zachter geworden. Dat is een goed teken. Dus dat betekent dat wij gaan beginnen. Oh. Met de uitjes en de knoflook en de komijn te bakken. Dus dat gaan wij hierin doen. De olie bij. Nou, we gaan de uitjes erin doen. We gaan eerst even kijken of de olie goed te heet is. Nou, zoals je ziet, is die goed heet. Dus die kennen erbij. We kunnen eerst een beetje goed goudbruin bakken en dan doen we de knoflook erbij. Die heb ik zeg maar 3 teentjes knoflook heb ik gesneden en die gooien we dadelijk hierbij. Nou, dit kan nog eventjes goed goudbruin worden. Zo, ik krijg al een mooi goudbruinig kantje. Dus wat we gaan doen, we gaan de knoflook nu erbij doen. Zo, die mogen ook meebakken. Zo. Het ruikt al heel lekker. Vooral dat komijn die komt er zo uit. Ik hou daarvan. Ik hoop dat onze chefkok Ronald het ook een beetje van komijn houdt. Dus ja, zoals je ziet is die zo geworden. En deze ga ik nu hierin doen. Dus let goed op. En dat moet je horen. Als je dat hoort, dan is het goed gegaan. En dan heb je daal.
doe er wat zout bij. Gewoon lekker op gevoel. Dit is eigenlijk zoals wij het met rijst zouden eten, zo vloeibaar. Maar omdat ik vandaag een puree ga maken, wil ik hem nog dikker hebben. En laat ik hem nog eventjes op vuur, zodat hij wat vastiger wordt. En dat ik hem nog even fijn kan pureren en dan is het klaar. Nou, zoals je ziet, deze moet nog ietsjes dikker. En dan kan ik er een puree van maken. Hij is nog ietsjes te vloeibaar. Dus hier, deze gaan we nog eventjes zo laten. Zodat het water een beetje kan aanbranden en zodat het wat dikker wordt. En ja, als dat klaar is, kunnen we hem pureren. En als die gepureerd is, gooi ik hem in een spuitzak. En ja, dan is die gewoon mooi voor de opmaak van het bord. Nou, deze is klaar. Hij is zo geworden. Hij is natuurlijk nog warm, dus als die is afgekoeld, dan wordt die wat... dikker. Dus deze gaan we even hierin gooien. En dan moeten we deze. Oh. Oh. Zo, deze gaan we even met de blender fijn maken. Die ziet er nou zo uit. Nou, zoals je zag is het nog steeds wat vloeibaar. Maar dat komt omdat het nog warm is. En als het is afgekoeld, dan, ja, dan wordt het natuurlijk wat steviger. En dan kunnen we hem in een spuitzak doen. En dan de bord mooi opmaken. En dat krijgen jullie natuurlijk wel te zien. Maar in het restaurant... Kijk eens, dat ziet er mooi uit. Dat ziet er mooi uit, hè? Nou, ik ga je vertellen wat er allemaal op je bord ligt. Ik heb hier een gemarineerde zalm. Ja. Dat jij ongeveer een beetje had gedaan voor mij. Ik heb daar een Surinaamse twist aan gegeven. Ik heb daar wat kruiden aan toegevoegd. Ja. Er zit een pimentballetje in. Ja. Er zit één teentje knoflook bij, een beetje sojasaus en een maggi-blokje. Hier heb ik een gele erwtenpuree voor je gemaakt. Ja. Je had toen een doperwtenpuree voor mij. Ja, doperwtenpuree voor mij gemaakt. Ik heb daar een gele erwtenpuree gemaakt. Dit is eigenlijk een gerecht wat wij in de Surinaamse keuken veel gebruiken. Dat heet eigenlijk daal. Ja. Maar ja, daar heb ik dus nu een puree van gemaakt. En ja, slaatje en dat kruimeltje, dat zijn kruimels van cassavechips. Oh, klinkt allemaal lekker. Ja, ik... Ik ben benieuwd, ja. Ja, ik ook. Eet smakelijk. Dankjewel. Aparte smaak, maar wel heerlijk. Het zou goed passen hier op de kaart, denk ik.